Goedemorgen, deze morgen. Wij gaan even bij mijn busje kijken. Want ik had al wat gefilmd. Alleen, dat was op de GoPro. En ik denk van, we gaan gewoon even met de Insta360. Zoals jullie weten heb ik een nieuwe camera. Moet je kijken wat een bende die ene ervan kunnen maken. Dus in de bus. En zoals je kan zien, het is een beetje een rommeltje hier. Omdat er zoveel binnen is gekomen. Waar we mee gaan beginnen is de railsen. We hebben nu railsen in de bus zitten. Hier links. Ook rechts. Maar ook onderop bij de vloer, zoals je hier kan zien. Dus ik heb het bewust zo gedaan dat ik altijd alles kan vastzetten. Zelfs in de deur, zoals je kan zien, waar de spanband er nog in zit. We hebben in totaal plek voor 4 pallets. Dus we hebben 5 spanbanden in totaal. Zodat we ze alle 4 zo kunnen vormzekeren. Vanaf de onderkant naar boven toe. En de laatste om hem in deze railsen te zetten. En dat hij hem dus strak trekt naar voren toe. Dus ja, we kunnen alles echt enorm goed vastzetten. Daar ben ik echt blij mee. We hebben gewoon de standaard dingen om alles zorgvuldig vast te kunnen zetten. Zo hebben we hier de hoeken, die kan je op de pallet zetten. Dan kan je hem extra strak aandrukken zonder dat de dozen dus kapot gaan. Omdat de spanband natuurlijk maar zo dik is. En dit is veel dikker, dus dat kan veel meer. Ja. Je kent het wel, gewoon het gewicht verdelen, de druk. Dan hebben we, dit is eigenlijk iets wat ik vroeger altijd deed. Soms heb je namelijk dat je een pallet naar voren moet trekken. Daar komt deze bij. Dus doe je dan om de middelste poot. En dan gebruik ik dit gewoon als trektouw. En dan trek je hem zo naar voren toe in ieder geval. Hier hebben wij gewoon een folierol. Ik denk dat de meeste mensen dit wel kennen. Ken je het niet? Dit is gewoon letterlijk folie op een rol. En je kan dus een klosje maken. Gewoon een knoopje op de hoek van de pallet. En dan kan je eromheen lopen. En uiteindelijk dan rooi je dus de hele pallet in folie. Ga ik dat ooit doen? Nee. Maar ik heb het wel, omdat je heel vaak bij klanten nog wel eens gewoon een pallet krijgt met wat losse dozen. En ja, dan kan je het niet heel goed zekeren. Dus dan kan ik een folietje eromheen doen. Altijd handig om te hebben. Dan hebben wij ook voor onder de 3,5 kilogram busje hebben wij 2 kilogram poederbrandblussers. En dan hebben we nog deze dingetjes. Dit zijn ADR borden. Dit is een kleine. Je mag een kleine voorop hebben. Bij een busje. Ik weet niet of dat bij een vrachtwagen ook zo is. En dit is een grote. En die moet je dus achterop hebben. Wat moet ik daarover zeggen? Zoals je kan zien zitten geen voorgeboorde gaten in. Dus die moet ik zelf monteren. De meeste mensen zetten deze vast met popnagels. Zo, en dan hebben we hier als laatste nog een ADR koffer. Hier zit dus alles in wat je nodig hebt om ADR te mogen voeren op de openbare weg. Denk aan gasmaskers, laarzen, schep. Een soort van bak waar je dingen mee op kan vangen. Nou, die heb ik al in mijn hand, dus dat telt ook mee. Zo krijg je dus uiteindelijk nog best wel veel dingen inderdaad. Want je bent dus verplicht die 2 brandblussers te hebben. De wielkeg is verplicht. 2 ADR-borden is ook verplicht. En dit is ook een belangrijke. Zo. Dit is een heel klein kopietje. Die kan je eigenlijk gewoon zelf uitprinten op internet als je je ADR... Stel je hebt je ADR, dan weet je er al van, maar... Ja, dit is gewoon een schriftelijke instructie. Dat is eigenlijk gewoon een heel klein papiertje waarin staat wat je moet doen als er iets fout gaat. Zo staat er bijvoorbeeld bij brandbare gassen, zoekdekking, blijf weg uit de laaggelegen gebieden. Zorg er wel voor dat die in een taal is die je zelf spreekt of kan lezen. Anders kan je daar een boete voor krijgen. Het beste wat je kan doen is gewoon inderdaad die ADR checklist en dan even de datum erop schrijven wanneer echt iets over tijd gaat. En dan weet je gewoon meteen van, dan pak je hem erbij en denk je van, die komt eraan, dan moet ik even een nieuwe voor kopen.
Ja, voor de rest, ik weet niet of jullie interesse hebben in deze koffer, dat ik wat de inhoud van laat zien. Maar aangezien misschien sommige mensen ADR niet hebben en toch wel geïnteresseerd zijn, zou ik het wel een beetje laten zien. Dus we hebben hier gewoon een pak, om het zo te zeggen. Dit is anti-zuur en dat soort dingen. Dus dit is gewoon echt een goed beveiligingspak. Ik weet dat deze box wel wat extra dingen hebt die niet verplicht zijn in het ADR. Onder andere is dat pak volgens mij niet verplicht. Hier hebben we hele mooie laarzen. Deze natuurlijk ook anti-zuur en dat soort dingen. Dus ja, ook erg handig als je dus iets hebt wat door je huid heen kan bijten. Deze is wel verplicht. Een masker met dubbele filters. De filters zitten er al op gemonteerd. En de filters kunnen ook over tijd. En hier hebben we... dat is wel een hele kleine, maar vooruit. Belangrijk van zo'n zaklamp is dus dat als je hem aan en uitzet, dan moet er een speciale connectiepunt in zitten. Dat het dus niet aan en uit, dat een vonk bij de connectie in het lampje kan veroorzaken. Want als jij een gaslek hebt en je doet je lampje aan en het creëert een heel klein vonkje of iets, dan heb je dus een probleem. Dus ja, dit lampje maakt geen vonken en die is dus ook gecertificeerd voor ADR. Om als ADR lampje te gebruiken, is ook verplicht. Ja, je mag klappionnen hebben of deze. Dit zijn gevaren driehoeken. Je moet er minimaal 2 hebben. Dat is ook ADR verplicht. We gaan eens kijken wat hierin zit. Het is een heel bijzonder ADR kitje. Alles is zo anders dan ik had verwacht. Ja, en dit is een schepje. En die is ook ADR verplicht. Ja, ik heb geen idee. het lijkt me dat je namelijk gewoon, als je deze zo doet, dat je hem moet kunnen vastzetten. Maar ik denk niet, want je kan hem gewoon inklappen. Bijzonder design. Handschoenen die zuurbestendig zijn, die zijn ook verplicht. Hesje, nou, ook verplicht. Gelukkig zijn dat niet de moeilijkste dingen. En dan hebben we een masker, is ook verplicht, dat je je ogen niet kan bezeren als je daadwerkelijk iets lekt. Hier heb je een soort van zeil slash doek. Dat is dus als er echt iets lekt, dan kan je het dus bijvoorbeeld in die mand laten lekken. Maar dan kan je dit bijvoorbeeld gebruiken als geleider of dergelijke iets. Of als het op zand lekt, hè, dan moet het... het mag niet in zand lekken namelijk, want dan moet het hele grond uitgegraven worden. Heel veel gedoe. Dit, al sla je me dood. Ik denk dat dit een soort van absorberende doek is. Dat als je hier gedoe opvalt, dat het erin trekt. Aangezien van dit gewoon eraf loopt. Ja, en dan hebben we als laatste oogspray. Voor als je dus echt iets, ja, fucks in je ogen krijgt. Dat je je ogen kan uitspoelen. Is ook verplicht. Dus ja, dat is allemaal wat er verplicht is. Ja, we hebben hier een borstel waar, waar de helft eigenlijk al uitvalt. Interessant. Nou ja, zolang de rest blijft zitten, ben ik niet de moeilijkste. Maar ja, dat zit er allemaal in een ADR koffer. Ik heb je ook laten zien wat je nodig hebt om ADR te mogen vervoeren. Schriftelijke instructie, 2 brandblussers, 2 borden gemonteerd op je auto. Ja, die mogen inklapbaar zijn, wat je er zelf mooi aan vindt. Dus ja, dat is een beetje de ADR uitrusting die wordt verwacht dat je in je auto hebt. Natuurlijk moet je ook een ADR certificaat hebben. Die kan je gewoon halen, net als je vrachtwagenrijbewijs. En en als je uiteindelijk ZZP'er bent, is ook wel erg handig als je alvast ADR-klanten weet waar je kan beginnen. Want anders is het nog meer geld aftroggerij. En de wielkech heb je ook nodig. En dat is allemaal
onder de 3500 kilo. Oké, mensen. Nou, ik hoop dat het een beetje informatief en duidelijk mocht wezen. Ja, ik ga hem hier afronden. Het is een korte video, maar een krachtige video. Ik hoop dat jullie de video kunnen liken als jullie er wat van hebben kunnen leren. Ja, ik ga even snel door met editen. Ben je nog niet geabonneerd? Denk erover na. Want ik heb nog aardig wat in te halen. En gaat heel veel leuks aankomen. Dus bedankt voor het kijken. Mijn naam is Jack. Ik zie jullie bij de volgende video. Let's go. Woe!